Kijk Herman, goed je te zien. Voor jou een Zeeuws compliment. Voor je uitstekende inzet ook voor de buurtbusverenigingen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Zeker ook de reizigers die iedere dag vervoerd worden. Daarom heel veel dank. En ik hoop dat we het nog jarenlang zo samen kunnen doen, Herman. Ik ben er zelf blij mee, maar ik ben nog veel blijer voor al die vrijwilligers die zich voor de buurt dus inzetten. En het was een fantastisch team, dus het is ook fantastisch dat we deze prijs met z'n allen krijgen. We doen ons werk vaak in stilte, maar dat je nu een keer in het licht komt te staan, dat is gewoon fantastisch voor al die mensen. Goedemorgen. Ja, ik wilde hier graag naartoe, omdat dit nou een punt is waar de buurtbus van essentieel belang is. Nieuwe Sint-Joostland, vroeger reed hier een grote bus. Maar die is weggegaan omdat er te weinig reizigers waren. Maar toch, voor die reizigers die er toch nog zijn, is de buurtbus gekomen. En dat is gewoon een uitkomst voor niet alleen maar voor Nieuwe Sint-Joostland, maar ook voor alle andere kleine kernen in Zeeland. En waarom is dat zo belangrijk, het behoud van die buurtbus? Het is belangrijk omdat er anders helemaal geen openbaar vervoer zou zijn. Want de grote bus rijdt er gewoon niet en dan is er niets. En vandaar dat wij heel trots zijn dat er 300 vrijwilligers zijn die dat buurtbussysteem omhoog houden in Zeeland. Voor coronatijd waren dat 140.000 reizigers die in een jaar tijd door de buurtbus werden vervoerd. Ja, en in coronatijd is dat eigenlijk ingezakt, maar dat is in het hele openbaar vervoer. Maar we proberen weer het weer omhoog te krijgen en dat we weer op het niveau van 2019 uitkomen. En waarom vindt u het nou zo belangrijk? Goed openbaar vervoer, ook juist in die kleine dorpskernen? Ja, mijn verleden ligt zelf in het openbaar vervoer. En na mijn pensioen ben ik me mee blijven bemoeien. En ik vind het gewoon, ik zeg wel eens, ik heb het openbaar vervoervirus. Maar het is gewoon ontzettend belangrijk dat er goed openbaar vervoer is binnen de mogelijkheden die er zijn in Zeeland. Want het is natuurlijk niet dat het waar tot de bomen in de hemel groeien. Nou, nog een fijne dag. Ja. Bedankt voor de lied. Ja, tot ziens hè. En hoe fijn is het dan dat juist de provincie ziet wat er gedaan wordt en hoe belangrijk het is? Ik denk dat dat voor de mensen die bij de buurtbus werken heel belangrijk is. Want ze voelen zich soms wel eens een keer, zijn we echt nuttig voor de maatschappij? En ik zeg altijd, je bent zeer nuttig voor de maatschappij. Maar dan denk ik, zo'n prijs, die gaat dan toevallig naar mij toe. Maar het is echt voor al die mensen die zich daarvoor inzetten.